Leuk dat jullie weer kijken naar de nieuwe vlog. Hé Florijn, doe nog eens. Hey, deze week laten we onze eerste veulentje zien. Die is geboren. En ik ga even uitleggen hoe je je kan opgeven voor de F-roefjes. Want sommigen die hebben dat nog niet begrepen. Dus kijken jullie mee. Hey, en zoals jullie merken zijn de ponies natuurlijk en de paarden natuurlijk onwijs aan het verharen. Dus als je nou niet weet welke borstel je moet pakken, dan kijk je even in de bak. En deze kan je heel goed die haren los borstelen. Ik ga het even laten zien. Kijk hoor. Mezer die zag net staan. Hey mezer. Kijk, dan doe je, kijk hoor, als je het kan zien, hier al helemaal op zijn kont, want je ziet helemaal die haren zie je los liggen. En kijk, als je dan zo rondjes draait, zie je hoeveel haren vanaf komt. En dat vinden ze heel erg lekker. Dus probeer, voordat jij gaat lessen, probeer goed die haren los te rossen. En dan doe je daarna met een zachte borstel, dat het er weer allemaal netjes uitziet. Dat vinden ze erg lekker, de paardenponies. Hey, en sommigen die snappen nog niet hoe je je moet opgeven voor de F-proeven. Maar je doet dus in de app, in de manegeplan app. Daar kan je 4 weken van tevoren dat de F-proefjes zijn, kan je je aanmelden. En dat is dus... Als jij op de manege site kijkt, kan je op de evenementen, activiteiten kan je kijken. En daar staat de datum wanneer de F-proefjes zijn. En dan 4 weken van tevoren, op de zaterdag, gaat de datum open om je op te geven. Dus goed kijken. En probeer nou in je agenda of in je telefoon neer te zetten dat je moet aanmelden. Want anders ben je te laat. Dan kan je er dus niet bij. Dus goed de datum in de gaten houden. En dan 4 weken van tevoren aanmelden. Dus dan doe je les aanvragen. De week van de proefjes druk je aan. En dan vraag je hem aan. En je kan een keuze opgeven van paard of pony. Maar het is niet gegarandeerd dat je op jouw lievelingspaard of pony zit. Want dat bepalen wij op wie je zit.
week al het springparcours in de bak, nog van de wedstrijd. En die de springcompetitie moeten rijden, kunnen mooi oefenen. Dat is 27 maart is de springcompetitie. En 26 maart moeten Barry en Harry moeten springen op het NK. En morgen, wat is de datum? 19 maart. Is het morgen 19 maart, Kimberly? Ik denk het, maar op zaterdag moet Jente springen op het NK. Dus wie weet gaan jullie er wel aanmoedigen. En misschien gaan jullie volgende week wel Harry en Barry aanmoedigen. Of komen jullie bij de springcompetitie kijken. Dat is natuurlijk super cool als jullie komen kijken. En dan is het natuurlijk helemaal gaaf als jullie een spandoek maken. Dus misschien kunnen jullie met je groepje van de les kunnen jullie een mooi spandoek maken. Dat is wel heel gaaf natuurlijk om de ruiters aan te moedigen.